Papa, een cadeautje. Hier een stofzuiger in het vogel. Nee. Kijk, Luan. Ja, dan kun je allemaal digitale games. Dan kun je een koekoe. Maar dat moet ook even goed zien. Nou, Luan speelt alweer om een ding voor de iPad in te zetten. Kijk, en die puzzeltje. Nou, wij gaan dat even onderzoeken. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en leuk dat je vandaag weer met ons meekijkt. Het is vandaag zondagochtend en we zitten aan ons ontbijt. En we zitten weer even voor Hour of Power voor de televisie. Voor degenen die ons nog niet zo heel lang volgen, we kijken zondagochtend vaak Hour of Power. Dat is online, een televisiekerkdienst. En Luan die is hier een puzzeltje maken, Lu. Dat moet je. Je was er goed op weg, hè, jongen. En laat het zien, want dat heb je bijna zelf gedaan, hè? De grote jongenspuzzel. Hé, hey, wat moest er nog meer bij? Deze kunnen de puzzel nog ergens doen. Met varken. Waar moest die? Heel goed. Heel goed. En wat moet ze? Ja. Ja. Wat moet ze? En Lucilla doet ook haar puzzeltjes. Ze zijn gek op puzzelen op het moment. Ja. Helemaal nadat ik gisteren dus alle puzzeltjes compleet heb gemaakt. Ja. Nu kunnen ze weer puzzelen. Zo. En ik geef nog even het ontbijtje aan de kinderen, want dat hadden ze nog niet helemaal op. Dus ondertussen dat ze aan het puzzelen zijn, doe ik dit. Op. Nou, ik neem jullie mee op deze camera. Ik ga even sporten. Zella? Ja. Kusje. Ja, doei. Een kusje. Het voordeel van zondagmorgen 8:45 op de fiets naar de sportschool is... dat iedereen nog slaapt. Maar kijk, de wereld is stil. Oh, het is echt freezing. Echt koud. Kijk. Ze zijn al begonnen. Kijk. Zondagochtend. Verslapen. Hij is zwaar, joh. Ik heb het echt bloedheet. En hij is zwaar. Zondag morning it is. Lucilla slaapt nog, dus ik ga alleen met Luan even op de fiets. Nou, en onze kleine Lucilla is ook weer wakker. Die heeft een heerlijk slaapje gedaan. Daniel en Luan die zijn dus even samen naar de kerkdienst gegaan, omdat zij nog sliep. Ze was namelijk heel vroeg wakker. Was weer 4:30 of zo dat ze wakker was. Dus ze was heel moe. En ik heb hier vanochtend even wat zitten te doen. Ik heb hier even zitten te brainstormen over een nieuwe YouTube header. Want ons mediabedrijf die gaat voor ons aan een nieuwe YouTube header werken. Ik wilde even wat ideetjes... Even wat ideetjes door mijn hoofd laten gaan. En ik heb toen straks een videootje even opgenomen. Die was ik aan het editen. Over de reden waarom we 10 dagen achterlopen. Die video hebben jullie al gezien. Dus ja, dat zijn wij aan het doen. Wij gaan nu eventjes lekker eten. En dan komt over een uurtje komt Daniel en papa. Of Daniel en Luan. Die komen over een uurtje weer thuis. Heb je lekker slaapje gedaan? Dan ga je een boekje lezen. Mama, een boekje van Eltje lezen. Oh ja. Waarom we Lucilla wel eens Uiltje noemen, als koosnaampjes. We hebben meerdere koosnaampjes, zoals Puppy, maar ook Uiltje. Dat komt door dit boekje. Ze is namelijk helemaal gek op dat boekje. En dat boekje is dus met een Uiltje. En daarom noemen we Lucilla ook heel vaak Uiltje. Hé, klein Uiltje? Hé, klein Uiltje? Nikke Puppeke. En Puppeke, dat is ook een koosnaampje. Nou, nu, waar gaan we nu naartoe? Een stadion. Ja, het is wel in een gymzaal, zoals in het stadion. We gaan naar de kerk. Ja. Nee, Lucilla was vanochtend heel vroeg wakker, rond de klok van 4:00. Toen heeft papa ook wakker gemaakt. Dus ik had zoiets van, ik ben gelijk online geëditen vanochtend om 4:00. Nu dus net wezen sporten. Dus Lucilla slaapt nu even haar bedje wat langer. Heb je een kusje? Vader is ontijd. Nou Luan, kijk eens wat hoog. Hey. Oeh, we zijn helemaal naar de top geklommen van de berg. Hey, nu gaan we er helemaal af, hè. Zie je dat? Dat is stijl. Kun je dat zeggen, conditietraining? Wat is conditietraining?
Ja, naar beneden. Ja, ja. Nou, dan Boefie. Let's go in. Wie zal er zingen? Sietske? Of Julian, wat denk je? Hé, hey, wie zal er zingen op het podium? Wie denk je? Gesina. Gesina? Nou, we gaan het zien. Zo uitzoomen. Inzoomen, Sietske. Ik weer. Inzoomen. Ja. Zelfs het babytje aan de borst moest even wachten met verder drinken. Want de donkere wolk kwam eraan. En alle kracht is nodig van ouderen tot piepklein babytje om een positie in te nemen. In vasten en gebed. En zich te verzamelen. En papa en Luan zijn weer thuis. Hi. Hallo. Papa, een cadeautje. Ja, ik heb een verrassing. En mijn Luan is helemaal niet jarig. Nee, nee joh. En Lucilla ook niet. Lucilla is ook niet jarig. Die hebben we een cadeau gekregen. Ja. Van ik Google. Ik heb voor van jou. Van Google? Van Google, ja. Van Google. Hey, Lucilla, ik heb net Osmo. Hé, maar dan gaan we eens even zoeken, samen. Komen jullie eens even zoeken? Waar zit hij? Zoeken. Nou, zoeken. Kom eens mee. Hé, hey, want Osmo van Google, die heeft hem gestopt. Oh. Ja, een hele grote doos hoor. Hier dan, die kun je wel tillen. Kom er eens uit. Ja. Nee, maar kijk eens, mama, van Google. Wow. Van Osmo Google. Hebben wij die gekregen van Google? Van Google. Oh, wat is dat dan weer dan? Iets heel nieuws. Dat dan weer nieuw. Krijgen jullie ook een laptop? Nee, iets educatiefs. Krijgen jullie ook een nieuwe laptop van Google? Ik denk dat er hier een stofzuiger in zit. Een stofzuiger, natuurlijk, jongen. Ik denk het. Huppie. Nou. Wie is dan Google dan? Google is van YouTube. Kijk eens, een briefje. Oh. Hallo Farah en Daniel. Hierbij sturen we jullie de Osmo Brain Fitness Kit en Osmo Coding toe. Heel veel plezier namens Google Osmo. Nou, haal het eens uit. Wow. Hey. Eens kijken, Luan. Stella. Oeh, een spelletje. Oh. Ja, maar spelletjes. Nu iPad. Van Google, jongen. De iPad en met zo'n oogje. En dan kun je allemaal digitale games gaan leren. Oh. Dank u wel, Google. Osmo. En Osmo. Maar dat het ook even goed zien. Nou, dit speelt alweer met de doos. En dit is een ook een Cosmo. En dit is, oh, dat voelt ook best zwaar. Dit is een, wat is dit, een iPad? Ja, moet de iPad inzetten. Oh, een ding voor de iPad in te zetten. En dan weer het allernieuwste van Google. Dingen, ze leren dus dingen in elkaar zetten. Oh, dus met magneetjes, oké. Okay. Ja, kijk, en die puzzeltjes. Oh. Dat zijn puzzeltjes. Ja, kijk, en dat is die houder. Dit is een houder. Kijk, hier is een iPad. Hier is een iPad, zet die er eens in, lieve mama. Hele lieve mama. Jij is het beste mijn vriend. Ben ik jouw beste vriend? Zet de iPad er eens even in. Zo. Oké. En dan, die moet daar boven op het oogje, zei ze. Bij het microfoontje. Ja, het is een heel ingewikkelde game. Priscilla is altijd aan het puzzelen. Ja, dat gaan we helemaal uitvogelen, want daar is het zondagmiddag voor. Nou, wij gaan dat even onderzoeken. Ja, als we meer weten, dan laten we meer zien. Veel plezier. Wat zeggen jullie dan? Ja, dank u wel. En Zilla? Alsjeblieft, duimpjes. Kijk, want dit oogje op die iPad, mama. Ja? Je ziet dan hoe je de figuurtjes neerlegt. En dat gaat hij dan laten zien op je iPad-beeld. Oh. Of je het dan goed hebt. Het is echt helemaal ja, kindelijk coderen. Nog netjes. Oh, en een YouTube-knopje. Dat is een Google Play, ja. Dat is een Google Play. Nou, we gaan hier even lekker lunchen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. En we krijgen visite. We krijgen visite. Ja, Nijmegen. Oh. Kom erin, jongen, met die kind. Nou, mijn buddy Robin is geslaagd voor zijn motorrijbewijs. Nou, het rijden op de motor. Gaaf, man. Gaaf, hè? Nou, hier zijn we met Brody. Ja, ga ik je zien, hè, Miguel. Kom, gezellig. Kijk eens. Hallo. Visite. Hey.
Hallo Robin. Hoi. Ja, wat ziet er stoer uit, joh. Je motorpakkie. Mooi hoor. Die ken ik ook wel, nee, nee. Huh? Nee. Hebben ze ons er ook bij gezet? Ja. Dat is toch bizar? Met Huberto Tan. Hè? Huberto Tan en de cast van Heartbeat. Ja, want er veel premières zijn. En dan ook een hele oude foto hebben ze. Ja. Vloggen, Robin, ja, wat kan jij? Oh, twee handjes, Dylan, twee handjes, Dylan, twee handjes. Wat wil je zeggen, jongeman? Deur dicht, maar. Wat kan jij heel hard starten? Ja, laat de motor maar horen. Goed filmen, hè? Boom. Ik wil een foto! Robin. Nou, Robin. We gaan naar opa en oma. Zullen we? Dan gaan we heen naar opa en oma? Met de tutu? Met de auto? Ja. Of met de camper? Nee, met de auto's, hè? Ja. Waar is Paatje? Waar is Paatje? Ga eens kijken. Oh, daar is Koetje. Ja. Daar is Paatje. Dag Paatjes. Zeg maar dag Paatjes. Dan gaan we tutu naar opa en oma. Oh. En we zitten weer in de auto naar oma. En Daniel zegt, wat ben jij dik gekleed. En inderdaad, ik ben veel te dik gekleed voor vandaag. 24 graden. Ik weet echt niet wat voor weer het is hoor. Ja, maar gisteren was het super koud. Dus toen had ik wel weer een dik jas aan. Maar het is lekker warm buiten vandaag. Wat is er? Wat is dat? Wat is dat? Een blaadje. Een blaadje, wat moet ik daarmee? Weggooien. Oh, dat moet naar buiten. Oh, en voordat ik het zo meteen vergeet. Vandaag om 4 uur komt de vlog online van gisteren van Daniel die in Giethoorn was geweest. Want er is iets ergs geweest bij ons bootje in Giethoorn. En dat zie je straks om 4 uur in de vlog van Daniel van gisteren. Dus jullie gaan het straks zien. Om 4 uur. Wat zou er gebeurd zijn? Bij Noma, we gaan eens even kijken naar het spelletje. De Osmo Kit. Osmo Kit nu. Moet je die aan de kant doen? En die. Goed zo. Oh, nee, nog eentje. Hey. Ja! Dit is dus een oogje wat hierop zit. En die schijnt hier naar beneden. En hier kan je dan iets neerleggen. En dat ziet hij dan en hier. Dus dit figuurtje rollen, moet kijk, je namaken je die, op de tafel. En dan moet die aan deze kant. En die. Ja! Wauw! Nou, dat werkt. Oh, dan moet je het moeilijker maken. Wat moet er nou bovenop? Die. Schuif hem netjes aan. Dat moet je spelletje niet maken. Welke moet er nou weg? Oeh, het is veel te moeilijk. Ja. Ja. Die is nog weg. Doe die weg. De groene. Ja. Maar ik ben nog niet klaar. Ja, maar de groene. Kijk, de groene. En? Ja? Leg die netjes voor. Ja. Leuk. Oef. Oef. Kijk, dit is precies andersom. Dat is moeilijker. Nee, die doe je zo. Wat moet er dan op die oranje? Ik ben nog niet klein. Hier, de gele er bovenop zetten. Gele. Ah. Ja, en dan het dakje erop. Kijk, je hebt dus heel veel verschillende soorten spelletjes. Wij hebben nu deze. En die. En het is vanaf 4 jaar tot 12 jaar. Dus je kunt een beetje aanpassen aan je kind. Ja, opa vindt het ook mooi. Ze zijn ook voor ouders en opa en oma. Dat is opa's favoriet. En oma leest liever even een boekje. Oma leest even. Die? Nou, die gaan we het volgende spelletje doen. Ja, dan moet je dus hier in de... Deze. Osmo Koning. Maar eerst eens even een appje downloaden. Ja, dan ben ik naar de App Store gegaan. En dan heb ik gevonden Osmo Koning. En dan moet ik ze even installeren. Ja. Hey. Dit is moeilijker denk ik wel. Hij vraagt nog niks. Ja, doe maar drukken. Oh. Er is nog één spelletje die we hebben gedownload. De Newton. Osmo Newton. Hè? Dan moet je tekenen. Wat moet je tekenen? Streepjes. Dit is heel leuk. Hier kom ik dus achter omdat ik de website aan het personaliseren ben. En dan
stel je hem helemaal op zijn beste gebruik in. Het is echt een aanrader als je Osmo hebt. Dat doen we toch. Osmo.com. En ga even je persoonlijke account maken. 3, 4. Ja, dat is educatief. Hè? Leuk voor. Hij gaat tegen jouw ding aan, je hebt getekend. Ja. Oh. Knap hoor. Kijk, dan zie je precies Farah's hand op het iPad beeldscherm. Hoe je het naam moet tekenen. Oh. Wat kan opa goed tekenen? Nee, hoor. Dat is Dikkie Dik. Wat is ons naam? Dat lijkt wel Dikkie Dik. Dikkie Dik. Dikkie Dik. Nou, dat is hij. Een blaadje mag ook eerst. Omhoog. Omhoog. Streepje volgen. Hier kijken. Hier kijken. Streepje volgen. Ja, daar moet je kijken. Is wel moeilijker dan ze het bij. Oh, kijk, dat moet je zo doen. En we eten een lekkere nasi. Oh. Oh, is mooi, lekker, dan. Lekker. Eentje met de dikke beuken, eentje met de dikke beuken, eentje even dikke beuken, dikke dikke beuken. Wauw. Creatief hoor. Lekker eten, hè? Eet smakelijk, mijn oma. Oh, je wil wel ananas? Hier zit een lekker ananasje bij. We zitten weer in de auto. We hebben lekker gegeten bij opa en oma. Het was heel gezellig. En door, dankzij opa weten we ook hoe het Osmo-spelletje gaat. Echt een superleuk spelletje. Cool. Ik denk dat de kinderen daar nog heel veel, met name Luan, nog heel veel mee gaat spelen. Nou, wij gaan weer lekker naar huis. De kinderen in bad en in bed doen. Pick-upjes. Leuk dat jullie er vandaag weer bij waren. Vond je het nou wel een leuke vlog? Doe dan duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren voor onze familievlogs. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Gaan we zwaaien? Doei. Waar zijn jij daar? Sokjes voor Lucilla. En leggingjes voor Lucilla. En 2 nieuwe strings. Dat was ook weer eventjes nodig. En wat nieuws. Onderbroeken voor Luan. En ja hoor, deze zag ik bij de kassa en ik ben verleid. Ik ben echt, vooral toen ik kind was, had ik dit echt super vaak. En ik zag het liggen. Het is zo lang geleden dat ik dit heb gehaald. Dus ik dacht, deze neem ik weer mee. Moest kijken, Lu. Dit heb je nog nooit gehad. Dit is kinderchocola. Hier was mama vroeger heel gek op. En hij is nog steeds wel. Ik zit net te vertellen dat je geen tuinbeker meer wil. En dan kom je met een flesje aan. Wat is dat nou weer dan?